Ja, maandenlang keken honderden voetbalfans in de regio er naar uit. Het treffen tussen Westlandia zaterdag en FC 's Gravenzande. In aanloop naar de wedstrijd werden spelers en aanhang van beide clubs geplaagd. Zo hing vrijdagnacht dit spandoek op het veld van Westlandia. De aanhang van FC 's Gravenzande ging op de fiets naar Westlandia. En onderweg kwamen zij dit soort posters tegen. Het begin van de wedstrijd had meer weg van een oudejaarsavond. We kijken over 5 minuten een uitgebreid verslag van de wedstrijd hier op WOS TV. In maart spelen de clubs weer tegen elkaar.